Zenuwen hier en hier, als was het voor een WK-kwalificatie. Beste DJ ter wereld, 16 mei in Sportpaleis Hardwell, dare you. Vlammen naar Zwolle. We zijn hier al een hele week vrouwelijke topsporters aan het daren. Ik heb op dit moment twee Yellow Tigers bij mij in de studio. Valérie Courtois en Lore Gillies, die bij Oudrichem speelt en ook bij de Yellow Tigers. Dus die staan nu klaar met de Red Flame voetbal in de handen. Jullie hebben gegokt en de gokken gaan van 3 is het laagste tot toch dik in de 50. Lore, de druk is zeer groot. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, dat was niet overtuigend, maar ik denk dat het wel goed komt. Je kan het volgen, we spelen niet vals. mnm.be/live, daar kan je, of Lore dat nu wil of niet, lekker meegenieten van het sportieve gebeuren hier in de studio. De jury bestaat uit Valérie Courtois en mezelf. Wij gaan lekker tellen wat er gebeurt. Als de bal de grond raakt, is het gedaan. Of als het klokje zegt dat de half minuut voorbij is, dan is het ook gedaan. Als jouw gokker het dichtstbij was, dan is dat goed voor 4 tickets voor de kwalificatiematch van onze vrouwen damesploeg, de nationale damesploeg in Zwolle. Belangrijke match voor de Red Flames. Maar nu dus een Yellow Tiger aan de bal van je 3, 2, 1 en we zijn vertrokken. En 1, 2, 3. Het gaat goed hoor, dames en heren. Dit is al een serieuze verbetering tegenover de afgelopen dagen. Maar de bal heeft de grond geraakt en dus moeten wij onverbindelijk zijn. Het is gedaan. Hoe vaak heeft Lore Gillies hem hoog gehouden en was jij er het dichtst bij? Dat hoor je zometeen. Geen monsters, maar wel tigers in mijn studio. Lore Gillies en Valérie Courtois van de Yellow Tigers. Onze nationale damesvolleybal. Die naar het WK gaan trouwens. Heerlijk is dat. We zijn keigoed bezig. Onze Red Flames, dat zijn de voetbalsters dan weer. Die moeten hun ticket nog verdienen. En misschien, als je ge-sms'd hebt en je hebt goed gegokt, dan mag jij hen wel mee richting een WK-kwalificatie gaan supporteren in Nederland, in Zwolle. We gaan eens bellen. Hoe vaak heeft Lore van de Yellow Tigers de bal hoog gehouden? Eens kijken. Hallo. Hallo, met u spreek alsjeblieft. Met Ethan van Mechelen. Ethan, goedenavond. Met Tom de Kok van de radio. Stoor ik? Goedenavond. Nee, zeker niet. Zeg het maar. Zeg, ze hadden mij op voorhand verwittigd. Ethan van Mechelen staat in onze computer te boeken. Jij bent ooit nog eens op de radio geweest. In onze computer staat er bij jouw naam dat jij klinkt als Tom de Kok. Ja, dat klopt. Dat hebben ze inderdaad nog eens gezegd. Straf, ik weet niet of dat waar is. Vindt u dat een compliment, Ethan? Ik vind dat echt een heel waar compliment. Ja, dat is al 1 goed antwoord. Nu 2 goed antwoord nog. Hoe vaak heeft Lore Gillies van de Yellow Tigers de bal hoog gehouden volgens jou? 5 keer. 5 keer? 5 keer. Dat is nu ook niet echt om over naar huis te schrijven. Dat zijn wel volleybalsters, hè? Ja, volleybalsters, maar ja, het zijn geen voetballers, hè? Nee, dat is waar, maar toch, 5 keer. Ik vind dat een beetje laag ingeschat, Ethan. Ja, het is wel voor dat ik het system ben, hè. Je blijft erbij bij je antwoord, je gaat niet meer verhogen? Ik blijf erbij. Nee, zeker niet. Ik zal het anders aan mijn medejurylid Valérie Courtois vragen. Hoe vaak heeft jouw collega Lore Gillies die bal hoog gehouden? 5 keer. Het is juist, Ethan! Drama. Drama, maar het is juist. Maar we moeten er wel bij zeggen, dat kan je zo meteen in het filmpje zien op mrm.be, dat Lore gewoon echt van die keisexy botten aan heeft, die nogal moeilijk schotten, Lore. Dat die misschien vestimentair beter moeten voorbereiden. En dat ze op voorhand geoefend hebben en toen ging het net iets beter aan. Hoeveel zat jij eigenlijk, Valérie? Want je hebt ook eens gedaan, hè? Zal ik een andere vraag stellen? Wel, ik ben al een keer tot 7 geraakt, maar gemiddeld is het 3, 4. Heerlijk, ja, hou het bij volleybal, dames. Ja. Zeg, ik wens jullie fantastische tijden op dat WK in Italië is. Want tegenwoordig al die wedstrijden kan ze niet meer aan elkaar houden. En daarvoor, voor je broer, Valérie, geweldig WK in Brazilië. Ga je hem zelf aanmoedigen, kinder? Ja, ik heb een beetje vooraf gekregen van de volleybal om toch een beetje 2 matchen te gaan meepikken en de sfeer op te snuiven. Ja, ik ga er niet geraken, helaas, denk ik, wegens portefeuille en dat soort dingen. Maar roep jij maar voor 2 dan, en dan ben ik er toch ook een klein beetje bij. Dankjewel. En Ethan van Mechelen, die mag dus gaan supporteren voor de Red Flames in Zwolle. Onze nationale damesvoetbalsters, die gaan daar hun kwalificatie naar Canada, naar het WK, moeten binnenhalen. Alle info over die match, als je er nog bij wil, want ik ben helemaal uitgedeeld. Die vind je op mnm.be. Music and more. Mm. Mm.